Arnoud, Amber, wat is er gebeurd? Ik dacht dat jij ontsnapt was en nu sta je hier. Ja, ik heb eerst een 40 kilometer in ontsnapping gezeten. Maar toen had een ploegmaat pech en ik heb mijn fiets aan mijn ploegmaat gegeven. Omdat ik toch wist dat zij waarschijnlijk nog frisser zat dan ik. En, ja, en dat zij nog meer kans had om een goede uitslag te rijden. Dus ja, en toen was ik zo goed als laatst in de koers, denk ik. Dus ja, ik heb mij een beetje in de functie van het team gesteld op dat moment. Was dat in feite de ploegtactiek? Zit er nog talent in jouw ploeg die kan uitbreken straks en toch nog voor het kampioenschap rijden? Ik denk het wel. Ik denk, we hebben met Mieke Doks en Fien van Einde wel echt wel twee goeie in de ploeg zitten die daar normaal wel iets mooi kunnen doen. En dan Lotte Klaas, die kan denk ik ook wel meedoen voor de clubteam om daar kampioen te worden. Dus ik denk dat er op zich wel iets moois in zit. Dat van fiets wisselen, Amber, dat is ook niet makkelijk uiteraard, want de fiets is op maat gemaakt, denk ik, hè? Ja, maar het wilt nu wel lukken dat Fien en ik ongeveer dezelfde... We zijn ongeveer even groot, dus wij kunnen wel van fiets wisselen. Wat staat er dit jaar nog op het programma voor het team? Ik ga in Tsjechië met de nationale ploeg rijden en dan nog koers in Italië en Frankrijk normaal. En dan hoop ik ook nog op een EK-selectie. Je behoort tot de nationale selectie, dus Europees kampioenschap. Ja. Bekijk je al verder naar de toekomst? Ik hoop gewoon elk jaar stap voor stap te groeien en dan wil ik gewoon zo goed mogelijk worden. En dan ja, zo goed mogelijk worden en zo hard mogelijk trainen en dan zien we wel. Oké, we kijken uit naar je naam. Dank je wel.